De Nationale Assemblée heeft vanmorgen in een huishoudelijke vergadering een commissie samengesteld die de verkiezingen van 25 mei 2025 moet monitoren. Voorzitter Marinus B. zei vanmiddag in een openbare vergadering dat deze commissie alle fracties binnen het parlement vertegenwoordigt. Wil ik toch even met de samenleving delen dat vanmorgen in huishoudelijke vergadering de Nationale Assemblée een commissie heeft samengesteld ter monitoring van de verkiezing, bestaande uit de navolgende leden: lid Jogi als voorzitter, lid Plein, lid Canapé, lid Sang, lid Carto, lid Asabina en lid Van Samson. Dus dat betekent dat alle fracties hier in de Nationale Assemblée vertegenwoordigd is. B. sprak voordat de behandeling van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetten van start ging.